Ja, een hele goede morgen. Leuk als je kijkt naar een goed nieuwe video van Fire Control. Nou, ik sta hier bij de Aldi in Hilversum. Vandaag is het 13 december en gaan ze vuurwerk verkopen. We gaan eens kijken of wat binnen ligt en wat meenemen. Heel veel kijkplezier. Gooi even een pakje weg, hoor. Nou, het ligt nog aardig vol. Wat hebben ze eigenlijk allemaal? Oh, ze hebben IJslands aan het shoppen. Ratelinten, nitro's, knetterkogels, knetterrotjes. Nou, een beetje zo'n babypakket, knalertjes. Dat is wel grappig op zich, maar... Ja, niet voor niet, ja, dat. Moet je nog vuurwerkbril? Nou, nee hoor. Ja, eigenlijk is het gewoon hetzelfde als vorig jaar, geloof ik. Niks meer, niks minder. Nee, ik wil wel een mooie dag. Deze waren er sowieso vorig jaar. Ik weet niet of die er al waren. Die was er ook al. Nou goed. We gaan even inlaaien. Ik zou gewoon een pakje nitro's meenemen, inderdaad. Knetterrotjes en nog grappen. Ik zou eentje doen. Oh. Het is wel handig dat ze het vuurwerk hier hebben gedaan. Ja, want dan zie je niet van buiten. Dat zeg maar hier achter de kassa's, waardoor je het niet van buiten ziet. Knetterking? Ja, kan wel. Oké, die fonteinenboxen zijn wel goedkoper geworden. Deze? Ah, nee. Nee, het is met sterretjes en zo, dus drie keer niks. Voor deze? Weet je nog wel dat dit pakket ja, in zo'n zak zat en gewoon 9 euro was. Kijk wat die nu is. Ja, oké, maar ja, dit is niet voor ons geschikt, zeg maar. Deze? Of deze? Maar dit scheelt 2 euro. Ja, die 2 euro in het gym. Het is dus gewoon al die prijzen. Moet je die nog hebben of zeg je van die geloof ik wel? Bommetjes. Nou, die geloof ik wel. Oké. Ja? Niet de helft, maar ik bed iets van niet. Kom maar goed, we gaan sowieso het ratelint even testen. Want, ja. En het is echt nog morgen op. Nou ja. Kom wel goed. Oké, we gaan afrekenen. Niet ver. Maar je even vol proeven. Nou, tasje vol. Ja. Tasje vol. 40 euro lichter. Ah, wat heb ze nog wel mee, 40 euro. Nou. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, vorig jaar had ik 40 euro veel meer. Kom maar grap. Ja, dat was 2 jaar terug. Want toen mochten we geen vuurwerk afsteken. En toen, ja, dacht ik van goh, laat ik nu wel die gaan. Nou ja, toen had ik voor 40 had ik gewoon 3 tassen vol. Ja. Ja, en toen bedacht onze mooie leuke vriend, dacht goh, laat het op een stapel gooien. Nou, dat was wel schitterend. Misschien is dit jou ook doen. Gewoon allemaal die katheenpotjes, allemaal gewoon op één stapel typen. Dat is een kapot goed idee trouwens. Ja. Dat gaan we gewoon doen. Ik vind het best. Ja. Goed, we gaan nu locatie of niet? Ja, even naar de, nou ja, het is een beetje kutgrappig. Ja, boeien. Maar goed. Ja, even naar de locatie en ja. Wel, nou, afsteken maar. Ja. Knallen, dat heeft niet zin, maar. Ja. Nou, aangekomen op locatie. We gaan nu de Mix Fountain Box even een paar dingen uithalen. Nou, dit zit er dus in. Een paar van die knetterfonteintjes. Wat is dit? Nog meer knetterfonteintjes. En nog wel andere spul. Ja. Sommige mijn jas gaat lekker ruiken. Ja, je jas gaat lekker ruiken, dat klopt. Welke... Nou... Zo ziet het eruit. Even gewoon aansteken. Ik heb wel iets met deze kant. Ah, bam. Right.
Die knallen best hard. Ja, die zijn best leuk. Oh. Ja, dat maakt niet uit. Jammer, geen kijk. Komt zo meteen een hele brandweer toe. Ja, jammer, jammer, zijn vrienden kijken. Ah, boy, ik ben wel goed. Wat hebben we nu? Ik kan niet zo goed Engels. Clamhouse. Glamour Fountain. Lekker man. Ah, die rook is alweer weg, joh. Nou, wat leuk. Ja. 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 Dat is wel leuk. Nu mag ik eens even. Goed. Ja? Nuuk Hittefountain van Leslie Vuurwerk. We kennen allemaal wat Leslie heeft gedaan. En jij? 4,5 gram. Nou, ik zou bijna denken illegaal. Ja. Oké. Doof ben ik wel. Volgende ik net het fonteintje dus. Dat is de zwartgroene, dat was die andere. Ook van Leslie, 4,5 gram kruid. Die andere was bizar hard eigenlijk. Ja, ik denk als je hem in een leuk steegje doet en daarnaast gaat staan, ben je doof. Goed. Ik ben benieuwd. Is mijn oortje dicht, want ik weet niet of ik ga fluiten. Nee. Goed. Nou, dit was eigenlijk precies bijna hetzelfde, alleen deze met een kleurtje en de andere niet. Ja, die waren ook leuk. Oh, nee, ik ben een beetje vergeten, dacht ik, leuke rook daar. Nou, we gaan nu de knetter Power Fontaine even eentje doen, zitten vier in het doosje. Oh, ik snap dit niet, hè? We moeten voor het milieu sparen. Daar lekker boeien. Doen we eentje van die en eentje van deze. Oh, zijn nog twee verschillende. Ja, daarom. Laten we eerst een paar. Ja, ik zo meteen knetten voor tijdje. Wat zit er in qua kruid? Kun je hier zien? 7 gram. 7 gram. Nou, als je dit in Duitsland komt, is het een bom. Nou. Ja, wel leuk. Ik ken niks. Next, knetterfonteintje. Moeilijk? Misschien moet je ze vol aansteken. Ja, fantastisch. Nou, dit was met spul. Oké, we gaan nu door naar het volgende. Ik denk dat dit wel het meest gekochte product is van de Aldi. De ratellint, hè? Nou, ik hoop dat ze een beetje leuk zijn. Vorig jaar waren ze. Kut. Ik zweer, dan kon je ze denk ik echt in je hand vasthouden. Nou, laat mij eens even eentje doen. Ja? Ja, nou, ratellintje eventjes kijken. Hoop dat het wat is, ouwe. Ja. Yeah. Nou, dan gaan we hier op de weg.
Wat is, dit is leuk voor, je kan hier beter een rookbommetje van maken dan je knetteren. Nou, ik zou zeggen dan maar, ja. Iets leuk. Ja. Je moet het vanzelf een beetje leuk maken. Nou, kijk, en dit bedoelden we dus met vorig jaar. Je zag het, het is veel rook. Nou ja, als we veel vuurrook. Nou, als we dat nou gewoon met heel veel katten 1 doen, dan hebben we iets leuks. Denk je ook niet? Ja. Volgende product dat we gaan testen is nitro's. Er zitten 10 in een pakje. Altijd weer van les natuurlijk. Er zit circa 75 gram in, dus 7,5 per tonnetje. Per nitrootje eigenlijk. Ja, we wachten heel even tot deze man voorbij is. Ik weet niet wat deze doen. Gewoon dit. Schoon een met knetter volgens mij als einde. Oh. Niet met knetten, maar ze roken wel goed. Dus dat is altijd leuk. Nou, we gaan nu even kijken wat 3 tegelijk doet. Niet heel veel bijzonders hoor, maar we dachten gewoon leuk. Je hand. Nee, laat maar 2. Die andere gaat ook. Zo. Ja, deze zijn wel grappig op zich. Ja, toch? Nou volgende. Knetter, rotjes. 80 stuks. En eens eventjes voor het kijken. 1,3 gram per rotje, dus ja. Niet heel veel. Niet heel veel, maar volgens mij, wat ik vorig jaar of 2 jaar het geluk had, ze zijn wel leuk. Ja, nou gewoon eens even eentje doen, hè. En het rotje moet je echt gooien, maar... Ja, officieel moet je hem neerzetten. Doe het dat. Kijk, dan moet je chagrijn op een rotje doen. Even neerzetten voor de grap. Nou. Ze gaan nog harder dan het lintje hoor. De ratelen zit meer gram in, maar deze zijn nog leuker. Ja. Eigenlijk klopt het dus niet. Nee. Of dat je dacht van, oh, ik heb geen zin meer, we stoppen gewoon. Nou, dat zou ook wel kunnen, lessies kennen. Dus. Nou, laatste. Even een paar tegelijk. Stuk of 5. En een heksenkringetje. Lijkt zij handen? Nee. Lekker vuur. Goed, we gaan een heksenkring maken. 3, 2, 1. Stik aan. Kijk dit dan. Jezus. Goed productje. Het even als laatste product wat wij gaan testen is de Knetter King. 24 stuks. Wat zit er allemaal in? 5 gram per dingetje. En er zitten er, ja, 5 gram. 24 in. Dus ja, die gaan we ook even afsteken. Ja hoor. Knetter King dus. Ik weet wel, toen ze het eerste jaar uitkwamen, het was super leuk waren, dan heb ik ze eigenlijk nooit meer gekocht, moet ik zeggen. Nee, dat ze gewoon puur kut waren, dus... Nee, ze waren echt wel leuk. Ik ben benieuwd, oortjes sowieso dicht, dat ben ik echt volhouden. Want dit sluit. Nou, zo waren ze het eerste jaar dus ook. Mooi.
Maar toen kwam al het geld tegelijk naar boven. Ja. De man die zeg maar ongeveer daar liep, die dacht, oeh, auw. Dus ja. Die zijn allemaal dood. Ach ja. Ja, nou, nah, nu dachten we eentje is leuk, is nog niet hard genoeg, laten we er vier doen. Dus ja, oortjes dicht en veel succes. Aansteken maar die handel. Zo, ga weg. Ja, kut, flikker om. Nou, ze vielen om, dus we hebben het even anders gedaan. Even neerleggen. Ja. Zag ik dit nu goed? Knalden ze er gewoon heen? Ja, schoot er gewoon eentje weg. Zo, als een huis in de fik staat, zou je hetzelfde denken, maar... Goed. Nu alle producten die we hebben een beetje bij elkaar zo. Ja, dus alle producten een beetje bij elkaar. Kun je ervoor maken. En dan, ja, stoppen we. Niet. Ja. Goed. Het idee is als volgt. Net de kiertjes zo. Dit fonteintje zo. Ja, dit is het laatste projectje dat we al gaan doen. Alle producten die we hebben, geloof ik. Ik moet heel even kijken. In één keer zeg maar. Deze bij? Nee. Nou. Even wachten. Nou, nu wel. Ja, dit gaan we zo even aansteken. Goed, we gaan hem aansteken. Een momentje van de waarheid. Zo. Nou. Komt ie. Oortjes dicht. Ja, we gaan rustig beginnen. Ja. Hoe was jouw dag vandaag? Ja, prima. Komt ie. Komt ie. Zo! Jezus! Kijk die rook! Oh, geweldig! Ja, wij zijn nu klaar met het afsteken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video van Ruitercontrole NL. Abonneer op dit kanaal voor veel meer vuurwerkvideo's. Wat komt er allemaal nog aan? Ja, genoeg denk ik. Ik heb geen idee. Nee. Ja, in ieder geval, het wordt geen... Ja, het wordt sowieso geen Xenos. We hebben gekeken daar, maar dat... Die dat, prijzen zijn belachelijk duur. De prijzen is A, belachelijk duur. En wat je ervoor krijgt, ja, is drie keer niks. Nee. Aldi heeft voor goedkoper veel meer, veel leuker. Ja, nou ja, die we hebben nu dit gedaan. Nog. Dus tasje nog vol. Een leuk tasje, maar wie weet bewaren we dat wel of ja. Niet. Maar dat zien we nou, nog dit wel. Dit bewaren we wel. En ja, Jumbo vuurwerk weten we nog niet. We ons Jumbo heeft het in ieder geval niet. Dat is een beetje jammer. Niet gezien. Ja, de Albert Heijn vuurwerk, ja. Gaan we niet doen. Dat is zo. Action misschien nog. Lidl. Action, Lidl. En maar voor de rest en... houden we daarbij op. En natuurlijk, tussen 28 en 30 december gaan we natuurlijk ook nog naar... vuurwerkwinkel hier gewoon in Nederland. Ja, gaan we gaan ook op vuurwerkshop in Nederland. Gaan we kijken wat ze daar hebben. En voor de rest, ja, dan komt er ongeveer rond 2, 3 januari komt de leukste. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Dus, ja, goed. Ja. Ik ga hier deze video afsluiten. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je onder op mijn kanaal, FireControl.nl. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Masho! Nou, dit is dus het einde van deze video. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Heb je dat dan ook? Doe een duimpje omhoog en abonneer je hier onder op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video.